Kevin, doe de deur open! Kom op, schiet op, ze komen eraan! Oh. Oh, kom op! Hier, drink lekker op. Ga je vast beter van voelen. Ik wil gewoon slapen. Je zit volgens mij onder de slaapmiddelen. Ja, het schiet niet echt op zo, hè? Misschien kan ze hier een nachtje op de bank slapen. Zometeen komt de politie hier en worden we dus opgepakt. Dat zal nog wel even duren. Huh? Hoe weet je dat? Ze zal tot morgenochtend nog hartstikke suf zijn door al die pillen die jij er hebt gegeven. Als ze naar de politie zijn gegaan, dan zal ze alleen maar wat voor zich uit zitten staren. Oh ja, dat is waar. We hebben dus nog even de tijd. Ja, wat gaan we doen? We moeten ze zoeken. Ja, maar waar zou ze nou naartoe gaan? Naar haar moeder. Nee, dat zullen ze niet doen. Dan gaan we als eerste kijken. Ik denk dat ze haar zullen verbergen. Maar wat moeten we dan? Wij moeten ervoor zorgen dat ze niet naar de politie durft. En hoe doen wij dat dan? En die jongeren van die site, die gaan toch zeker naar de politie? Wat weten die? Ja, dat weet ik niet. Arno heeft een jongen aangenomen om drank te rijden, maar die hoorde blijkbaar ook bij die site. Wat? Heeft die sukkel een van de jongeren aangenomen? Hij kon zelf dat sjouwwerk niet meer doen. En je kunt aan die neus van de jongen toch niet zien dat hij ook bij die site hoort? Nee, dat is ook zo. We moeten er proberen achter te komen wat ze precies weten en kunnen bewijzen. Maar hoe gaan wij dat doen? Laat dat maar aan mij over. Ze vroeg heen. Oh, ik ging gewoon even een frisse neus halen. Oh, moet je niet eerst even ontbijten? Nee, ik ben nog een beetje misselijk. Dus... Ja, kom mee. Ze is dan echt heel erg bedankt dat je me hebt geholpen, maar ik red het zelf wel. Je wilde er vandoor gaan, of niet? Ja. Wat moet ik anders? Ik heb met ze meegedaan. Als jullie naar de politie gaan, dan word ik ook gearresteerd. Dan krijg ik het toch nooit allemaal in? Wat doe je hier dan? Ga thuis zitten leren. Daar kan ik me helemaal niet concentreren. Ga ik alleen maar zitten gamen. Yo, hier zijn we dan. Wachten we nog even op Maya of gaan we gelijk beginnen? Oh ja, die belde nog. Ze komt wat later. Maar waar is ze dan? Het is een groot meisje wat mij echt niet hoeft te vertellen waar ze allemaal mee bezig is, hoor. Maya, lieverd. Je bent er. Ja, sorry. Het is gisteravond een beetje laat geworden. Goed, dat geeft toch helemaal niks? We hebben nog wat leuks gedaan gisteravond. Ja. Nou, mooi. Dan kunnen we helemaal fris tegenaan, hè? Wat heb je gedaan? Wat? Wat heb je gisteravond nog gedaan? Oh, niets bijzonders. Ik ben uitgeweest met vriendinnen. Juist. Niet te laat, hoop ik, hè? Dat is funest voor je huid. Ik ben zover. Ja. Ja. Ik ook. Als je iets dat wil horen. Goed. Wat willen jullie weten? Alles. Nou, we weten al dat je baas festivals, evenementen, attractieparken gebruikt om vals geld in omloop te brengen. En daar deed jij mee? Waarom eigenlijk? Ze zeiden dat ik daartoe verplicht was. Ze hebben zoveel voor me gedaan. En wie zijn ze? Ja, Leendert. Ja, en Hella natuurlijk. Hella, van het modellenbureau? Hoort die er ook bij? Ja, zij is de grote baas. Die Leendert en Arno, die doen alles wat zij zegt. Dat zou Maya niet leuk vinden. Hoezo? Ze heeft zich ingeschreven bij dat bureau, om iets over jou te kunnen ontdekken. Ja, maar in plaats daarvan werd zij ontdekt. Ontdekt?
ze heeft een paar grote opdrachten gekregen. Ja. Ja, zo gaat het altijd. Ze zeggen tegen je dat je het nieuwe topmodel wordt. Maar uiteindelijk proberen ze alleen maar te ronselen om vals geld in omloop te brengen. Maar waarom doen ze dat dan via dat modellenbureau? Omdat ze mooie mensen willen gebruiken. Van hen verwacht niemand dat zij vals geld aan je teruggeven. Ja, en daarna probeert ze je te isoleren van je vrienden, van je familie. Ja, als je opgeeft, dan krijg je eerst een gesprek. Daarin vraagt ze naar je ouders en naar je vrienden. En zodra ze merkt dat je een slechte relatie hebt met je ouders, dan gaat ze inpalmen. Ja, goed zo. Prachtig. Ja, turende verte. Ja, en blazen. Goed zo, en doorademen. Maak het organisch. Oeh, ja. Ze geeft je het gevoel dat je heel erg bijzonder bent. Ja, en draai. Dat je de mooiste bent van de hele wereld. En de volgende stap is dat je helemaal voor het vak kiest. Voor haar dus. Ik ben toen bijna gaan wonen. En de opdrachten stroomden binnen. Ik kreeg cadeautjes, heel veel aandacht en complimenten. Maar ik zag mijn vrienden steeds minder. En zij wilde ook dat je van school ging? Ja. Ja, toen zag ik mijn vrienden helemaal niet meer. Maar hoe kan het dan dat als je zoveel succes hebt, dat je dan eindigt achter een bar in een pretpark? Je hebt succes zolang ze binnen willen halen. Zodra je ruzie hebt met je ouders en je bij haar woont en eet en slaapt, dan houden de opdrachten op. Dan zeggen ze tegen je dat je niet hard genoeg werkt en dat je alleen maar geld kost. En dan moet je achter de bar? Om vals geld in omloop te brengen. In het begin deed ik omdat ik me schuldig voelde. Maar ik ben er maandenlang mee doorgegaan. Ik ben gewoon medeplichtig. En als jullie naar de politie gaan, dan word ik ook gearresteerd. Daarom probeerde ik vanochtend ervan door te gaan. Ik wil niet naar de gevangenis. Dankjewel. Top gewerkt vandaag. Mm-hmm. Ik zie je ook. Ik moet rennen. Hoi. Ja. Doei, doei. Laat die maar uit, meisje. Waarom? Omdat ik het zeg. Maya, neem eens op. Waar heb je zo'n ding voor? Heeft ze me niet aanstaan? Ze zal toch niet naar dat modellenbureau gegaan zijn, hè? Maar waarom zou ze? Ja, ze had toch een grote opdracht? We gaan er zo wel even langs dan. Het is uit met de komedie. Wat voor komedie? Lief doen in mijn gezicht, maar achter mijn rug om me bespioneren. Ik weet niet. Weet je wat de grootste hekel aan heb? Aan kleine meisjes die mij bedriegen. Ik bedrieg je niet. Nee, die met een lief smoeltje alles accepteren wat je voor ze doet. Maar nooit iets terug willen doen. Nou, suus, er is hier niemand hoor. Dat is toch vreemd? Nou, het heeft ook geen zin om hier voor dat huis te blijven staan. Ik ga maar naar huis. Blijf van me af! Ik dacht toch niet dat je wegkwam, hè?